Ja, het is het grootste volksfeest van Nederland. En toch hoor je er verdomd weinig van bij de Nederlandse publieke omroep. En een van de standpunten van Partij voor de Vrijdag is dan ook meer carnaval op de radio. En Dwayne en Sianne, ja, jullie moeten dat toch onderstrepen. Helemaal mee eens, ja. 100%. Toch is het toch heel raar? Ja. Ja. Je hoort van allemaal dingen, van alle kanten, cultuur. En daar moeten we iets mee doen. En dan is het carnaval. En dan is het één keer... Maar ja, vandaag is het carnaval. Goedjes. Ja, precies. Ja, het hele land is... Je kunt in heel Brabant geen winkel in. Alles is dicht. Mensen zijn weg. In Limburg is het natuurlijk ook zo. Mensen zijn tegenwoordig zo serieus... dat ze er niet tegen kunnen dat we gewoon even lol hebben. Ja. Denken ze dat alles serieus en beladen moet zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee, het is de zin van de onzin. Precies. 3 dagen lang... Ik voel een liedje opkomen. Ik ga een bad straks. Ja, alweer. Ga met je mee? Nee. Oh. 3 dagen lang een masker op en dan even helemaal jezelf zijn. Ja. Dat is het idee met carnaval. Sprengleven, het is hier uit Gulpen en Neer. En is deze ingeschreven al voor het liedjesconcours? Hij is nog niet officieel ingeschreven, maar het is wel de bedoeling dat dat gaat gebeuren. Oké, en hoeveel kans maak je? Is er een soort exit poll? Zijn er al mensen die denken... Als er 100 liedjes zijn, dan is het 1 op 100. Oh. Ja. Ja. Dat is... Heel goed. Goed, we gaan luisteren. Dit is straks op Aswoensdag. Ja, geweldig. Je gaat open, het knalt en het fonkelt volop. Ai, ai, ai. Alvast te lovend, maar het bonken is nog steeds niet gestopt. Ai, ai, ai. Kan stemmen gelden voor zoek. Wie dacht het gewoon in de tijd? Want achteraf vindt al die het pas wel de wereld een 5 in de klok. Ai, ai, ai. En door hem de straten door dorstdagen lang niet gestopt. Ai, ai, ai. De allerbeste rij. En te believen bleek gewoon dat er geen beter rijen wordt. Nou, nooit meer uit mijn hoofd. Nee. Dit gaat nooit meer uit mijn hoofd. Ai, 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 ja, goed. Maar en ik heb zoveel vragen. Goede reacties via de F van 3FM. Kunnen we al Rob Boekenne weer stemmen? Waar kunnen we stemmen? Waar kun je stemmen? Het is een geweldig liedje. Hoe zit het? Kunnen we al stemmen? Het vastelovens liedjesconcours. Het gaat van start. Nee, in januari is de halve finale. En dan kunnen mensen sms'en.
En voor die tijd, is het dan een jury of hoe moet ik dit zien? Er wordt een jury. Die beoordeelt dan 60 halve finalisten. En daarna wordt het dan 20 gaan naar de finale als er gestemd is. Oké. Maar dan is ook geloof ik 60% jury, ja. 14% stemmen. En dan is het ook al 2022. Ja, joh. Gaat ook tijd te zitten. Dank je wel. Dankjewel voor de komst. Het was prachtig. Ik hou ervan. En als je nog wat nieuws hebt, laat maar weten. En als we moeten stemmen, als je door bent, laat weten. Dan roep ik iedereen op die luistert om te stemmen. Doen. Dan gaan we bellen. Op Springlevert. Geef ze nog een groot applaus. Dankjewel.